Montardi, goedemiddag. Verzamelde pers. Vanmiddag is een speciale persconferentie, omdat we de minister van Buitenlandse Zaken, onze minister van Buitenlandse Zaken, hier hebben. En het is de bedoeling dat wij zo direct een overeenkomst gaan ondertekenen. Toevoegingsovereenkomst. Dat is een overeenkomst tussen de beide landen. En dat heeft te maken met de mogelijkheid dat wij onze mensen kunnen plaatsen bij de verschillende diplomatieke posten. Nisse zal waarschijnlijk het een en ander erover zeggen zo direct, maar u bent waarschijnlijk ook al op de hoogte. De minister heeft het, heeft een heel druk programma en zo direct zal hij moeten vertrekken naar Sint Maarten. Dus ik zal niet al te veel tijd in beslag nemen. Per slot van de rekening is hij onze gast en zal hij wat meer te vertellen hebben dan ik. Wat mij betreft kun je volgende week ook van mij iets horen. Dus ik wil het woord direct, nadat wij de stukken hebben ondertekend, zal ik het woord direct geven aan de minister. Ja? Zullen wij gaan? En ze hebben expres de pagina's op elkaar geplakt. Gaat allemaal van onze tijd. Ja, met wie extra film. Ja, van harte nog aan. Dank u wel en eens gelijk. Dank u, Jacques. Dank. Voordat u zit, is er nog een toevoeging? Toevoeging? Dit is zelfs belangrijk. Ja, wij kunnen u niet weg laten gaan zonder een klein cadeautje. DBB is dit jaar 40 jaar oud geworden. En wij zijn u van harte dankbaar dat u in dat kader ook op het eiland is geweest en samen met ons deze 40 jaar bestaan van de DBB willen vieren. Maar in ieder geval, we hebben een leuk cadeautje hier voor u. Ja, met, heel veel dank. Namens alle collega's van de DBB wil heel veel dank dat ophangen. Heel veel dank. Maak het ook open. Niet meteen. Ja, dan gaan jullie ook zien wat het is. Spannend. Zal ik het van dit laten? Spannend. Spannend, hè? Het is goed dichtgeplakt, mensen. Ik doe het nu, vanaf nu, net als mijn kinderen. Ja, precies. Yes. Ja, oké. Heel veel dank. Heel veel dank. Dank. Dan gaan we weer gaan zitten voor de microfoon.